tekenen. Daarom, daarom. Nee, dat moet je allemaal zelf bewaren. Het is, dan heb je geen foto aan op. En gewoon mooi om andermans... Ja. Het enige wat we niet zelf getekend hebben, dat is je uitbesteedst, dat is John Fonten. Station, Markelo, Kruiningen, Perkel, Deurne. Dat zijn de waterstads, dat zou ze helemaal niet zijn. Maar niet, dan hoef je de maten dan niet vlot te nemen. Die kun je zeker gewoon bij het archief vandaan. Ja, gewoon dat kan ik, ja. Zo'n waterstads, dat is van de basis. Met een vleugeltje en lange kort. Die tekening bestaat er wel in. Papa! Ik heb een vijf verdiend! Milan, ik zou nog graag even hier willen kijken. Loop je er ook mee? Ja, natuurlijk, ik kan je alles hier over. We zijn bij al die groene treinen. Ja, ja, hebben we gedaan. Ja, dat hebben we gedaan. En we staan buiten tussen de groene treinen. Die vloer hebben we hier ook gespanjeerd. Ja. Oh, daar sta je helemaal. Oké, okay, dan gaan we daar. Waar komen we naar? Ik moet zeker op een biertje door. Oh, nee, ik zie hem daar. Oh, ja. Ik ben vandaag in Moeten. Ik heb een treinmuseum. Kijk op. Mooi treintje achter mij staan. De afgelopen maand de premie heeft gekregen. Sommige pakken stukken stuk en stukken worden bijvoorbeeld een locomotief vlakbij het kolen-eiland. Maar mooi zal als niemand kijkt, al de polo-punten. Of ze stoppen niet op kleine stations als er niemand staat te wachten. Van houdbare patronen schelen, dan lijken ze wel zuinig. Maar dat zijn ze dan dus niet. Dus ik hou ze goed in de gaten. Maar ik moet niet blijven kletsen. De trein die daar klaar staat, moet ik hebben. Met die machinist ben ik al een beetje plat. Ik heb met hem een appeltje te schillen. Het is een oude bos. Dan is het kijk niet. Mama, rijdt er nog een trein? Nee, maar het kan wel. Het is niet voor. Maar hier rijd ik. Deze treinen gaan allemaal stil. Ik zie wat treinen. Hey, mama. Mooi, hè? Blijf mooi, hè? Ja. Zullen mensen te genieten. Maar vroeger... Ik wacht even.
een werkplek. Zo. Ik noem het geen spoorwegmuseum. Yeah.